Het was weer een lange, lange interlandperiode, maar dit weekend zijn we terug. We starten de play-offs met een topmatch op Anderlecht en een topvoorbeschouwing. U gebracht door... Duncan Bartholomeusen. En... Bart Sevree. En mijzelf natuurlijk, Thomas Lembroek. Welkom bij aflevering 340 van de Vierkante Paal. Duncan, Bart, welgekomen. Hallo. Hebben jullie genoten van de internationale wedstrijden de voorbije dagen, twee weken, Duncan? Nee. zoals iedereen vond ik Ierland slaapverwekkend. Ja. Armatuur, dat hij in die ploeg moest voetballen. Mm-hmm. En van Engeland heb ik maar een elf gezien. Dan ben ik in slaap gevallen. Dat was wel oké. Dus je kijkt wel, maar niet echt met veel passie en beleving. Nee, sowieso kan ik voor de Rode Duivels niet dezelfde passie opbrengen als voor Antwerpen. Laat staan in vriendenmatchen. Dus, ja. Bart, stond jij helemaal tricolore uitgedost op de Grote Markt naar deze oefenmatch te kijken? Nee, ik heb van de match tegen Ierland een stuk gezien. Mm-hmm. En dan eigenlijk etensplannen. Dus die gingen voor. En dan tegen Engeland heb ik ongeveer tot een 80ste minuut gekeken. Ja. En dan zag ik dat Arthur Vermeer niet meer ging invallen. En daar heb ik het gelaten voor wat het was. Ja, op een tv, ja. Daar was ik gewoon op het wachten. Ja. Maar dat gebeurde spijtig genoeg. Dus. Oké. Ik heb aan de match tegen Ierland niks gezien of meegekregen. Ja, ik heb wel even gevraagd in de WhatsApp-groep van hoe is Vermeer? En het antwoord was bleu. Ik vond hem niet slecht, maar ik vond eigenlijk dat je van al die spelers kunt er weinig... Je zit Vermeer nu op de plaats van, ik weet niet, Mangala of wie een andere centraal middenvelder was, omringd door de basisploeg, misschien nog met de Bruin erbij. En die wordt een heel andere wedstrijd spelen als dat hem tussen een aantal debutanten moet staan. De Franks die dat geen wedstrijdritme nee, Vermeer eigenlijk ook weinig. Flanken dat niet hetzelfde zijn. Dus dat is een beetje ondankbaar, maar bon. Ja. Hij is nog jong, hij zal wel zijn kansen krijgen. Oké, het lag dus niet aan Vermeer. Ook een vraag die we op de socials kregen, van tegen Engeland. Zag ons centraal duo er blijkbaar niet altijd geweldig uit. Verdedigend bedoel ik dan. Moeten we daar niet gewoon de Zeno van een Bos en Alderweireld zetten, in plaats van dat je Zever met Vertongen en de Bast, Bart? Absoluut. Voilà. Geen twijfel mogelijk. Ja. Tedesco, Verrassans. Zou schoon zijn. Hè? Maar denk je wel dat Vermeer meegaat naar het EK? Hè? Want ja, hij is nieuw in die kern uiteindelijk. Hè? Sinds pakt een maand of vier, vijf geleden. Nu dan ja, een zesje gespeeld, Duncan. Verwacht jij dat, de Arthur? Ik verwacht hem er meer bij dan Franks, eerlijk gezegd. Okay. Maar Keita sluit ik ook nog niet helemaal uit. Ik denk dat hij eigenlijk wel misschien nog iets meer de voorkeur krijgt. Of Vermeer. Meer dan Franks. Of meer dan Vermeer. Meer dan Vermeer misschien zelfs. Ik weet het niet. Oké. Spannend. Ja, ik denk het voordeel van Vermeer is wel... Je kunt je op de 6, op de 8 en eventueel zelfs op de 10 uitspelen. Dus dat, je zorgt wel dat het gewoon een extra wapen is. Ik zie hem wel niet als starter. Ja. We gingen al het EK. Nee. Maar ja, dus een polyvalentie kan hem misschien wel helpen voor toch mee te gaan naar Duitsland. Dus. Ja. Ik heb misschien een minuut gezien van de Duivels deze periode. Maar de tweede match tegen Engeland heb ik zo in de auto op de radio helemaal gevolgd. Want ik was de voorkemper aan het verkennen met Paul Binnens te bedelen. Ik heb twee avonden rondgereden doorheen Antwerpen. Ik vind het wel plezant, zo, in de auto, naar een match luisteren. Ook, er was maar één match bezig, dus dat is keilang altijd, zo, dat verslag. Love it. Ja, en als het van een Bempt is, dan gaat er wel wat in mee. Hè? Ja, het was van een Bempt, dus dat was tof. Maar ja, dat kan echt de saaiste match kennen die je boeiend maken, de radio. Maar ik had dan wel de indruk dat de Belgen serieus onderlagen. Het was vooral de tweede helft dat ik gehoord heb. Zwat.
Er zijn nog Antwerp-spelers en ex-Antwerp-spelers die internationaal actief zijn geweest. Bart Nat-Gent heeft Matazo bij de beloften, de jonge duivels, het goed gedaan. Kapitein van die ploeg blijkbaar en op een 10 gestaan. Van den Bos standaard ook in de basis daar. Ondrejka bij Zweden opgeroepen, morgen een minuut gespeeld. Dat moet toch ook ambetant zijn in zo'n vriendenmatchje. Moeja, ex-speler natuurlijk, die was er blijkbaar ook gewoon niet bij bij zijn nationale ploeg. Doumbia, dat is dan een beetje vervelend. Dat is bij die Afrikaanse landen helaas wel vaker. Je vindt daar niks van terug, maar het schijnt... Ik heb één bron gevonden waar dat zegt dat er een Mamadou Doumbia is ingevallen in de 95e minuut tegen Nigeria. Waar dat Youssouf ook niet mee deed, by the way. Dus wie weet is het Mahamadou Doumbia... Want Bart, ja, sorry, Doumbia, dat is de naam gelijk Jansen en Peters in Mali. In die ploeg alleen zitten er vier van zo'n ploeg. En zeven Koulibaly's waarschijnlijk. Ja, dat heb ik niet gecheckt, maar ik heb Boubacar Doumbia, Kamori Doumbia, Moussa Doumbia en dan een Mamadou Doumbia. En ik had ook ergens gevonden dat er een Mahamadou is. Dat is dan onze dan. Maar ik weet dan niet of dat dan dezelfde is of niet. Het is allemaal ingewikkeld en je vindt daar online amper iets van terug. Dus ik hoop... voor onze Doumbia dat hem zijn debuut heeft mogen maken. In ieder geval, zo is nog wat vragen gaan kijken van Twitter. Want we zijn hier natuurlijk om voor te beschouwen op de start van de play-offs tegen Anderlecht. Voelen jullie het al wat, Bart? Voelde jij de anticipatie op die dubbel-dubbel door je bloed stromen? Ja, het begint zo wel. Omdat ik dan ook onder zee zit dit weekend. Het appartement van... mijn grootouders. Kijk. En eens tot de conclusie komen dat er geen internet is. Vervelend. Dus dan moet ik nog een manier vinden voor de match te kunnen zien. Ja. Dus, je gaat niet even over en weer naar Brussel rijden. Nee, ik heb me sowieso niet ingeschreven. Dus, ja. Duncan, ga jij zien of ga jij ook naar de zee? Ik zit ook aan de zee. Oh, mannetjes, wat is dat, Mille? Ja, sorry. Ja. Een zee, joh. Heb jij internet? Te veel geld. Ik heb internet, ja. Voilà, Bart, je kunt naar daar gaan. Ja. Of pak dat internet mee naar de Bart, hè. Dat gaat ook. Dus je gaat op tv zien. Bart, jij gaat dat proberen doen. Ik kan ook op tv zien. Ik kan niet naar het Astridpark. Maar Stijn van den Einde op Twitter, die had gezien dat op volgens Transfermarkt... onze jongste starting line-up dit seizoen 24,5 jaar is en voor Anderlecht 24,8. Dus wij zijn gemiddeld. Onze jongste start-up is jonger dan die van Anderlecht. Okay. Is dat een bewijs dat wij goed bezig zijn met de jeugd, Duncan? Open doekje. Is het van moeten dat we goed bezig zijn met de jeugd? Of is het van willen? Dat kun je ook vragen. Nee, ik denk dat we uiteraard er meer mee bezig zijn dan vroeger. En de Anderlecht er ook minder mee bezig is dan onder Company. Mm. Tot in het extreme toe soms. Ja. Anderlecht is niet meer de ploeg die alle kansen geeft aan mini-neerpeden en zo, denk ik. Nee. Met de ervaring dat die hebben gehaald. Maar pas op, als er een paar Denen in de jeugdopleiding zitten, misschien maken ze dan wel kans. Ja, het is geëvolueerd van trust the process naar trust the Danish. Ja. dus nee, we zijn er zeker goed mee bezig. Maar of dat dan nu een trend is die zich de komende jaren volledig zal voortzetten, dat weet ik niet. Misschien dat ook niet iedere trainer even goed om kan met jeugd, zoals Van Bommel. Nou, dat is waar. Zullen we zien. Oké, dus we zijn wel goed bezig, denk ik. Ja. Voilà. Onze verwachtingen voor de play-offs. Ik zeg uiteraard graag met enige Antwerpse bravoure dat wij dan dubbel en dubbel gaan pakken. Hè, dat wij Union gaan inhalen. En dat wij op de laatste speeldag tegen Anderlecht kampioen gaan worden. Ik hoop dat. Maar ik ben daar ver van zeker van, Bart. Hoe is het met u? Gevoel, maken we nu effectief kans? De 1880 op Twitter haalt er nog bij dat volgens Evert Winkelmans... als we 6-6 zouden halen, dan maken we kans op de titel. Hoe zie jij dat, Bart? Ja, ik blijf erin geloven. Dat is mooi. Het gaat moeilijk worden, hè, en daar niet van. Mm-hmm. Maar ik,
ja, alles kan. Er zijn, als ik mij niet vergis, 30 punten te verdienen. Dat zal zoiets zijn, hè. Dus, ja, 30, inderdaad. Ja. En eventjes... 3 x 10, hè. Rekenen. Dus, ja, dat kan alles, hè. Ja, we hebben er 9 in te halen, natuurlijk. Dat is niet van de poes. Maar het kan. Mathematisch kan het. Want iemand op Instagram, ik ben zijn naam even kwijt, die zei ook zoiets van... is kampioen worden echt zo onwaarschijnlijk als iedereen zegt? Vraagt Oscar Eulaars. In de playoffs kan toch nog alles? Oscar, dat is een mooie gedachte. Dat is een licht naïeve gedachte. Want dat houdt eigenlijk in dat wij 9 punten meer moeten halen dan Union. Op 10 matchen, dat is, op volgens mij matchen, kan dat niet. Ja, het kan, het is mogelijk, maar het is wel heel ambitieus. Hè, want dat gebeurt gewoon heel weinig, Oscar. Dat een ploeg 27 op 30 haalt, of zelfs 24 op 30. En dan moet er dus vanuit gaan dat Union plots begint te onderpresteren. Hè, dat ze een heel jaar, of zij eigenlijk al 3 jaar het heel goed doen, ook in toppers, dat die ineens keihard moeten beginnen slakken. Nu, vorig jaar hebben ze het niet goed gedaan in de playoffs, Duncan. Jij wou er al op springen. Het kan dus, hè, dat ze een inzinking krijgen, maar 9 punten? Nee, ik denk als je 2/3 van de punten haalt in playoffs, dat dat al veel is. En dat dat al kampioenenniveau is. Zeker. Vorig jaar hebben we 11 op 19 gehaald. En dan waren we de beste ploeg in de playoffs, denk ik. 11 op 19? Vorig jaar, 9 op 9. En dan gelijk dus spel... Van de 19 te behalen punten... fuck you, Thomas. Allee, help mij in plaats van mij uit te leggen. 18 punten zullen dat 11 op 18, ja. Dus... Dat is 2/3 ongeveer. Hè. Ja, dat heeft er alles mee te maken ook dat er vaker gelijk gespeeld wordt en zo, ook in toppers. En dan, ja, dan gaat dat automatisch... dan gaat dat puntengemiddelde naar beneden natuurlijk. Dus Oscar, dat is gewoon heel moeilijk om 9 punten in te halen. Maar niet onmogelijk. Iemand anders, denk ik, hier nog een vraag staan. Ik denk wel, het verschil is gewoon, ja. er zijn meer matchen. Dat wel. Nu. Ja. Ook dus, meer matchen om te verliezen. Voor u nu. Positief blijven, denk ik. Ja, het is waar. Wij moeten gewoon echt heel veel punten halen. Dat is de eenvoudige opdracht. En daar gaat Mark van Bommel alles ontdoen. Dat weet ik wel zeker. Ik wou nog even nog wat de VARA-dingen gaan halen. Er waren nog wat leuke vragen. Ook van de 1880 natuurlijk, onze vaste vragensteller. Wanneer gaat de Ziggy zijn dubbel tattoo laten zitten? Daar gaan we aan de Ziggy vragen. Die luistert mee. Die is op congé momenteel, Bart. We hebben een foto ook gekregen. Hè? Ja, het is er goed in de sneeuw. Ja. Dus, dat is mijn lapje. Iedereen gaat hier op congé. Jij niet, Thomas? Nee. Ik ben jij in de pasvakantie met congé? Nee, jongens, sommige mensen moeten werken. Hè. Pak misschien wat te weinig verlof, dat is waar. Ik ga gewoon samenwonen met mijn vrouw, die zegt dat ook altijd. Niet gaan samenwonen met mijn vrouw. Zou de podcast niet ten goede komen, denk ik. Die rap je dan. Duncan, we spelen niet achter gesloten deuren. Voor u aan de Belgische kust maakt dat weinig uit. Voor Bart aan de Belgische kust maakt dat ook weinig uit. Maar natuurlijk zijn er een 1200 Antwerp-fans die verplaatsing mee willen maken. En natuurlijk, wat is het, 20.000... Anderlecht supporters. Dus dat gaat wel gebeuren. Het Astridpark is open voor sfeer. Duncan, speelt dat meedenken? Is een match anders als dat zonder fans gespeeld moet worden? Ja, tuurlijk. Ik denk dat je in corona wel vertekende resultaten hebt gezien. En als je dan de spelers vraagt, die zullen allemaal liever hebben met publiek dan zonder publiek. Mm-hmm. Alleen denk ik wel dat zonder publiek dat ik ons misschien iets meer kans gegeven. Ik heb ons nog altijd... kan zijn om te winnen, dat kan perfect. Maar zonder publiek zou het bij ons, dat zou bij ons een zeer groot effect hebben. Tegenstander een boost geven. Mm-hmm. De panlicht zal het ook wel zo zijn. Ja. Dus het is jammer. Allee, het is eigenlijk goed voor de sport. Maar... Op Anderlecht, wat is er belangrijker? Het publiek of de lichtshow, Bart? Over het algemeen zal de lichtshow meer indruk maken dan het publiek. Maar ik wou nog even mee teruggaan met publiek of zonder publiek. Mm-hmm.
Ik vind het feitelijk absurd dat ze met grote trom aankondigen de nieuwe straffen. En dat ze die dan ook uitspreken en dan op een match zonder publiek. Dan kan de ploeg in beroep gaan. En die termijn is dan weer te lang, waardoor dat feitelijk de eerste match dat het zou moeten gebeuren, dat het dan weer niet meer gebeurt. Ja. En ik vind ook, als je dan de thuisploeg straft, ja, dat is, het zou toch gewoon dubbele beseffing zijn dat je dat wel uit supporters toelaat. Ja, maar was dat was toch sowieso niet het plan? Allee, het was toch gewoon achter gesloten deuren, of niet? Ja, ja, ja. Ah, okay, maar voilà, ja. Ik maak er gewoon nog iets extra van. Je trekt dat even op flessen, gewoon omdat het kan. Oké. Okay, ja, misschien was een bondsprocureur ook aan de zee of zo. Hè. Misschien ook congé. Maar die uitspraak is al vrij lang geleden. Het schijnt ging je samenwonen met je vrouw, Thomas. Nee, dat is wat druk met verrassen. Ik hoop dat jij niet te bezitterig bent, Duncan. Ik deel graag. Okay. maar die uitspraak is al een tijdje geleden gevallen, dacht ik. Ja, dat dacht ik ook. Waarom is er dan nu pas deze week in beroep gegaan? Of communiceert dat toch? Ja. Dat is allemaal... voilà, boodschap aan. Bijzonder. Ja. Aan Lorin Parijs, dat hem het wat beter regelt. Nee, dat heeft er weinig mee te maken, dat is Pro League. In ieder geval, ik had nog wat variapuntjes. De Nicky DB, misschien jongen of meisje, dat kan ik niet afleiden uit je naam. Wat is de oplage van Paal binnen? Kijk, zo die feitelijke vragen krijgen we ook binnen, Bart en Duncan. Dat kan ik op antwoorden. 1000 stuks. 1000. En er zijn er 1017 effectief gedrukt. Zo wat overdruk, die hebben we gratis meegekregen. Maar 9 krijg je niet gratis. Hè. Ze liggen in Dagbladhandel Gijsbrecht, trouwens, in Deurne, in de schaduw. Dat is straks 5 gaan afhalen. Alsjeblieft, Duncan, ongelooflijk. En de moeite? Ik heb nog geen tijd gehad om in te lezen. Ik ga dat aan de zee doen dit weekend. Want ik ga aan de zee, blijkbaar. Dat had ik nog niet gehoord. Ja. Maar 2 is genoeg voor je Playboy te verstoppen als je buiten wandelt. nee, kijk, hoe, de mensen die online besteld hadden, die kunnen... Ofwel, diegenen die aangeduid hadden dat ze het wouden verzonden, dat we het toegestuurd krijgen, die zijn allemaal weg en die gaan morgen, te laatst overmorgen, in hun bus vallen. En diegenen die het wilden bepalen, die kunnen dat doen in de Gijsbrecht in Deurne. Diegenen die nog niks hadden besteld, die kunnen het ook gewoon gaan kopen in de Gijsbrecht in Deurne. Openingsuren en al de rest vinden op onze website. Dus zeker doen, steun de vierkante paal. En je doet jezelf een plezier, want het is een goed boekje. Je gaat er dagenlang plezier van hebben wanneer dat je... En het is een van de weinige boekjes tegenwoordig in mooi, glanzend papier. Dat zie je niet vaak niet meer. Dat leest zeer aangenaam. Glossy in de glossy. Ja, daar dus komt de term vandaan. Dat kost stukken van mensen, dus koop alsjeblieft een boekje. Want als je tegenwoordig die weekendbijlages van de gazette of de Nieuwe of de Dag Allemaal, dat is allemaal gewoon gazettenpapier bekennen. Niks glossy niet meer. Hè. Voilà. Dus doe ons de glossy behouden, beste luisteraars, en lees zijn boekje. Bon, dan even de Young Reds, Bart. Die volgt je natuurlijk ook trouw, dat weet ik. Die zijn minder goed bezig. Ik heb in het boekje nog juist een artikel geschreven over hoe goed dat ze bezig zijn en dat Faris Haroun een tactisch genie is. Maar de laatste wedstrijd is al een stuk minder. Ze zijn gezakt naar de 14e plaats ondertussen in... Nationale 1. We moeten ons nog geen zorgen maken voor degradatie, maar toch spijtig. Verloren tegen Tess Sport met 0-3 en ook van 1-0 verloren van Sint-Eloïs Winkel. De volgende match, Bart, moeten ze gaan aanmoedigen tegen Vizé, 30 maart. We zouden dat echt eens moeten doen. Ja, dat dacht ik wel. Maar ja, dan is het rondom de zee, ik hoor het al. We moeten dat echt eens regelen. Maar goed. Dan, waar moesten we nog zeggen? De boekjes zijn er, dat heb ik al gezegd. De regeling van de bekerfinale, Duncan. Jij zit natuurlijk al op hete kolen voor uw ticket te kopen. We moeten wachten tot 3 april voor, als abonnee. Want ik had blijkbaar was er vorig jaar wel wat spanning. Ik ben allemaal al vergeten. Ja, vorig jaar kreeg je de Vasks meer kaarten, dacht ik. Want toen ben ik ook wel via op een supportersclublijst gekomen, terwijl ik niet bij een supportersclub ben. Omdat ik even vreesde dat er niks in me ging over zijn. Dat kon achteraf nog wel zijn. Maar dit jaar is precies veel...
Ze hebben het vanuit de club iets strenger aangepakt. Ja. Als ik mij niet vergis, dat ik vernomen net, was het de lijsten van de supportersclub met de leden van in het begin van het seizoen dat je alleen die mensen konden een ticket kopen. Dus er kunnen niet plotsklaps nog 36 Hollanders aan toegevoegd worden. Nee. Of ja, die moeten natuurlijk in het begin van het seizoen al op de lijst hebben staan. Kees, Ruud... Zelf, maar als dat iets gekost zal hebben, dan zullen ze dat wel. Graan ook. Ja, dan kan hij misschien toch nog iets van de match zien. Als hij toch een minuut in de laatste goal tegen Inyo maakt, dan gaan we niet meer mee lachen. Hè. Nee. De bevrijdende 6-1 wordt het dan voor ons. Dus losverkoop voor de mensen die geen abonnement hebben. Die start vanaf 17 april, dat weten jullie natuurlijk. Want dat staat op rafc.be. Het kost €35. Bart, is dat de aanvaardbare ticketprijs? Is dat iets wat de club zelf beslist? Trouwens, dat weet ik niet. Wordt dat door de bound geregeld? Daar heb ik geen idee van. Ja. Maar wat ik wel vermoed is dat er zal wel iets van prijsafspraken zijn. En het ticketje van Antwerp zal... evenveel kost als een van Union, vermoed ik nu wel. Maar ik vind dat voor een finale vind ik dat een aanvaardbare prijs. Ja, voor een Champions League finale moeten we nog 2-0 achter zetten waarschijnlijk. Dus dan valt dat goed mee. Zou Union zijn geallockeerde tickets eigenlijk uitverkopen, denken? Heeft Union de laatste 60 jaar al eens meer dan 8000 man getrokken? Ja, voor zo'n finale... Ik kan zelfs Zulte Waregem of zo dat uitverkopen, denk ik, in vak. En sowieso komen er wel sympathie-supporters uit Goten gekropen om mee te supporten voor Union. Nee, dat zal wel lukken, denk ik. Ja. Okay. Alles zal er vanaf hangen hoeveel tweedehands merkten dat er die een dag in Brussel zijn. Want dat houdt sowieso natuurlijk serieus wat volk weg van bij Union. Ja, en er werd dan net een lading... specialty koffie is gearriveerd. Zou die zo'n eigen barista's hebben? Voor een flat white te bestellen in je supportersdorp en zo? Quinoa burgers? Dat zijn de vragen die wij de komende weken gaan uitspitten. Hè? In aanloop naar de bekerfinale. Maar we hebben nu nog andere zorgen. Nog wat variapuntjes. Op de vierkante paal.be vind je ook al een leuk stukje over de Club of Pioneers. Niet te vergeten, wij zijn een lid van de Club of Pioneers. Als oudste club van ons land. Er is een clubje van al die oudste clubs van hun land. En wij zijn daar natuurlijk bij. En dat is een gezellig clubje. Daar kan je meer over weten op onze website. En natuurlijk ook het interview met Andries Bekkers. Duncan, jij zat erbij bij Andries Bekkers. Klopt. Je moest even nadenken, maar dus dat kunt je nu ook zien. Diamanten palen kunnen dat helemaal zien. Dat is 1,5 uur kijkplezier, 5 camerastandpunten, prachtige locatie met Taverne Great Old, die je wellicht zult herkennen. Het was een heel tof gesprek, hè, Duncan? Ja, absoluut. Ik ga eerlijk beginnen. Ik kende Andries Bekkers tot een week voor de opname niet. Genantig. Ik had nog nooit naar die EA geluisterd. Ja. Ik had nog nooit op Willy gehoord. Of zijn andere exploten. Een zeer aangename mens. Weet wat dat hem doet? Ik kan goed vertellen. Nee, ik vond het een leuke opname, absoluut. Voilà. Dus mensen er ook van genieten. Ja, diamantenpalen kunnen dat dus bekijken via de website. En vooral de rest hebben we een korte versie ook online gezet. Dus wellicht heb je dat al gehoord. Dan kom ik hier met oud nieuws. En nog een nieuw nieuwtje. Nog niet in de buitenwereld bekend, maar de vrijdag ga ik hoogstpersoonlijk naar Vilvoorde rijden. Op zich niet interessant, maar het doel is om een gezamenlijke fanpodcast op te nemen met de fanpodcasts van de 5 andere clubs die deelnemen aan Playoff 1. En ik ben een Chinese vrijwilliger die namens die Vierkante Paal daar mag gaan zitten. Ik ben benieuwd hoeveel bloed dat er gaat vloeien. Hoe dat er aan toe gaat gaan. Die alle tips voor mij, denk ik. Is dat in VTM, in Vilvoorde? Nee. Het is in een welgekende podcaststudio. Plan B uiteindelijk. Want het is een heel lang verhaal. Helemaal niet interessant. Maar het zal bij Friends of Sports te doen zijn. Kunnen misschien ook onze
ook konden meepakken die we wel verdienen, maar die ze hebben gestolen. Dat is waar, ik ken er even van de schouw gewoon rukken. Van de klokken, is dat ondertiteld? Ineens? Ja, dat wordt inderdaad boeiend. Met, ja, kijk. Ik ben benieuwd. Het is wel een uniek experiment, denk ik. Iedereen die echt heel hard door een gekleurde bril naar de voetbal kijkt, en dat moet ook nog eens met elkaar zien. En Cercle Brugge, heeft die ook een fanpodcast? Ja, een soort van iemand die werkt bij Friends of Sports dan, toevallig. Die doen zoiets rond Cercle. Ik weet niet of dat heel intensief, allez, met dezelfde intensiteit is, bedoel ik, als dat wij dat doen. Ik weet het niet. Ik ga die mensen ook pas ontmoeten. Dus zwart, ik wil maar zeggen, wij gaan dat ook op onze kanalen zetten wanneer het ingeblikt is en gemonteerd. En dan, ja, dan gaat er ook aangeboden worden. Dat zal wellicht verjuist na het weekend zijn, denk ik. Maar ik ben zelf ook curieus wat het gaat worden. Bon, daar gaan we eens naar Anderlecht kijken. En mannen, Bart, jij hebt Anderlecht uitvoerig bestudeerd in deze interlandperiode. Jij hebt alle matchen van de reguliere competitie herbekeken. Wat vind jij van Anderlecht? Ja, het viel mij op dat Jan Koller en Thomas Radzinski weinig meedoen. Uw VHS van stadion van het seizoen 2000-2001. Nee, Anderlecht, die ja, op zich zeker geen slechte ploeg. Wat mij gewoon het afgelopen seizoen wel is opgevallen, is dat ze dat tikkeltje geluk wel al regelmatig aan hun kant hebben gehad. Waar ik wel de nuance moet bijmaken, het tikkeltje geluk wat wij vorig jaar ook wel een paar keer hebben gehad. Het zal wel zijn. Ik hoor u zeggen, Anderlecht wordt kampioen. Nee. Okay. Dat dan ook weer niet. Nee, want ze gaan al verliezen tegen ons. Enfin, daar begint het al. Okay. Dus, en dan kennen we ze, dan ligt het aan alles en iedereen. Van ons spel en zo. Ja. Duncan, ik pak er ineens wat vragen bij van onze luisteraars. Stijn van den Einde die vraagt, is onze match tegen Anderlecht een match waar de Ritchie kan invallen? Duncan. Hij is al een paar keer bij geweest. We hebben hem zien opwarmen in de thuismatchen. Invallen of beginnen? Hij vraagt invallen. Dat kan, ja, maar liever niet, want ik denk dat je pas in je verdediging begint te morsen, om het zo schoon te zeggen, als het niet goed gaat. Als je in de match... Boudreau zou ik nog een 3-5-2 of weet ik wat, dat is teken dat er iets niet goed loopt of dat je achter staat of zo. Mm-hmm. Dus ik hoop eigenlijk dat we hem niet zien, want ik zou nog altijd met Bataille beginnen. Ik zou proberen Ritchie wel tegen het eind van het seizoen meer te laten spelen, omdat ik toch denk dat zijn laatste jaar zal zijn. En dan toch het afscheid te geven dat Haroun niet heeft kunnen krijgen vorig jaar. Okay. Dus ja, kan die niet vallen? Ja, dat kan, maar ik hoop het van niet, omwille van die reden. Ja. Bart, de 1880, die vraagt, heeft Schmeichel al leren duiken? Hij zit erbij, een mega-jinx. Maar, ja. Ja, ik vind er nog altijd wel een goeie cadeau van. Karel Hoefkes was dat zeker, hè? Het zal wel, ja. Vind jij dat een goede keeper, Bart? Dus in een beste tijd is gepasseerd. Ja. En het enige reden waarom dat je bij Anderlecht speelt, is ook gewoon volgens mij een vriendendientje van de Deense connectie die er al zat. Dus met opzicht die een andere doelman, die Fransman, deed het zeker niet slecht. In het begin van het seizoen. Dupé. Ja, inderdaad. Ja. Dus... nee, als ik dat moet kiezen tussen Buté en Schmeichel, is mijn keuze heel snel gemaakt. Okay. Van het weekend wel zijn 100ste interland gespeeld met Denemarken. Dat zegt ook wel iets. Allee. Ik vind het ook geen geweldige keeper. Zijn, maar... Ja, het was zeker een hele goede keeper. Ja, en een beetje nepotisme zal ook wel meespelen waarschijnlijk. Tja, maar ik denk in België is het toch nog altijd bij de top. We moeten er toch niet flauw over doen, jongens? Ja, top 3 toch niet, hè? Hij heeft Mignolet en Buté. Mignolet, Buté. Wat heb je dan nog? Wanderson van Wanderson, ja. Die zijn heel goed in Dome. Die pakken, ja.
Oké. Onze toekomstige nummer 1 van de nationale ploeg, Van de Voort. Die, nee, maar... Hey, dat is geen goede doel, man. Hij is al 5 jaar de grootste belofte. Nee, ik vind dat ook niet. Want als die zo goed zou zijn, dan zouden ze die ook wel sneller bij de A-ploeg halen, denk ik, met de keeperskwestie die er nu is. Maar daar wordt ook niet over gesproken. Ja. Dus, en dat schijnt, want als ik mij niet vergis, vertrekt hij volgende zomer naar Red Bull. Eindelijk, ja. Dat is al heel lang geleden. Dus ja, waarschijnlijk komen die dan binnenkort aan de lijzen zien, aan de Boszuil. Staat hij daar al een standje van Red Bull. De promoboy in zo'n mini Cooper. En hij kreeg hem bij Blikski niet open dat hij hem wilt geven, omdat hij zijn handschoenen aan heeft. Ah, ja. Dat is een carrière misgedaan. Ja. De Roberto die vraagt, hoe kunnen wij winnen tegen Anderlecht, Bart? Hebben wij trucs nodig? Tactisch, inventieve zaken? Of moeten wij gewoon ons ding doen? Ja, we moeten gewoon ons ding doen. En ik denk dat er altijd wel mogelijkheden liggen met de twee backs. Mm-hmm. Bij Anderlecht, die ik alle twee niet zo sterk vind. En ik denk dat we daar vooral de ruimte moeten zoeken. Okay. Ik denk dat... dan ben ik nu al wel voorbarig, maar... Balikusha en EUK, die moeten die gewoon in de vernieling spelen. Niet ontbreken? Okay. Ontbreken niet? Ja, ik ben een Balikusha-fan. Okay. Hopla. Oké, gaan we de ploeg even opstellen, want jij kunt niet wachten, Bart. Ik spring daar graag op. Bart, hoe zet jij je ploeg, jongen? We beginnen met Buté, dat is duidelijk. Ja. Op de backs, Wijndal in Bataille. Centraal, Alderwereld, Van den Bos. Duncan, nu nog geen opmerkingen? Akkoord. Van mij ook. En dan ga ik voor Youssouf op het middenveld. Samen met Ikkelenkamp. Mm-hmm. Gaat je dan vanuit dat Keita geblesseerd is? Of? Ik kan ervan uit dat je nog niet... Ja, want ik heb daar niks van teruggevonden. Nee, ik ook niet. En... er waren een paar toeschouwers in de bossen met de oefenmatch die er was. En dat was ook niet... Ik zou denken, als hem terug fit is, dat hij misschien daar zowel wat minuten krijgt. Ja. Maar dat was ook... er werd niks van gezegd. Onze U23, voor de luisteraars, die hebben een oefenmatch gespeeld tegen... KV Mechelen. En die hebben 4-1 gewonnen, zoiets was het. Maar inderdaad, dus niet de volledige kern deed daar aan mee. Vooral jongelingen. Oké. Ja, Youssouf naast Ikkelenkamp, dat hebben we. En dan hebben we nog 4 spelers in te vullen. Dan zou ik Jansen op de 10 / hangende spits. De George in de punt. Ja. Voor zijn snelheid te gebruiken tegen Vertongen in de Best. Yes. En dan Balikusha op links en UK op rechts. Oké, duidelijk. Duncan. Ja, gegeven dat Keita niet toe is, hetzelfde, maar ontbreken in plaats van Balikusha. Oké, zo had ik het ook. En ik had wel Keita opgeschreven, omdat ik op hoop leef. En wie zouden we dan uitzetten? Natuurlijk wel, hè? Zouden we dan Ikkelenkamp of Youssouf uitzetten? Nee, ik had Keita en Youssouf naast elkaar. Jansen ervoor, EUK, Ondrejka en de Georges Ilenikena. Oké, in grote lijnen zijn we het eens. Wat wel opvalt nu op de bank, dat begint er toch al goed te zien. Hè? Lammes, De Laat, Koulibaly, Corbani. We hebben zelfs te veel spelers. Ik heb Corbani al moeten laten vallen. Matadzo, Doumbia, Ikkelenkamp had ik dan. Balikwisha, Kerk, Udo, die ons toch ook al wat heeft laten zien. Ik vind wel dat we... qua momentum in de kern goed zitten, Bart. Dat we hebben het moeilijk gehad dit seizoen. Hè. We hebben minder matchen gehad, minder periodes zelfs. We hebben een paar, 3-4 weken achterin gehad dat we niet konden scoren. Een veel te kleine kern plots. Een Doumbia die moest klaargemaakt worden. Maar nu hebben we zoiets. Een kern die er staat en een bank die er is, Duncan. En we zijn derde schijndigd en we spelen een bekerfinale. Ondanks al die moeilijkheden. Ik vind dat waanzinnig knap eigenlijk van de coach in de kern. Ja. Bon. De vraag was voor Bart. Ja, inderdaad, Duncan.
wacht is dat ik weet. Nee, doe maar weg. Dat is echt hoe dat het Hein van Hazenbroek kapsel afstraalt op de persoon gewoon. Ik zet een klak op binnenkort. Pitchconferenties kopen, podcast kopen. Ik was zometeen ook rellen tegen de bazen, tegen Thomas, zodat hem bij ziet. Dat hem ons te weinig betaald of dat we te weinig middelen hebben, weet ik. Dat is allemaal waar. Dat is allemaal waar. Dat komt. Scouting op niks. Transferbeleid. Ja. Nee, maar Bart, heb jij ook dat gevoel dat we zo qua fitheid... ja, we hebben enkel Engels. Wordt hopelijk ooit nog fit. Je kijkt dat nu door een contact. Hij is uitgevallen. Maar verder, de laat komt stilletjes aan terug. Het zit zo goed precies. Dat we... Sorry? Valencia. Is ook aan het terugkomen. Is ook al een aantal matchen aan het meespelen met de jong. Dat zegt al van januari dat Valencia zo goed als terug is. Maar dat is nog niet gebeurd. Hè? Bart, de vraag was dus, heb jij ook dat gevoel? Ja, en vooral het leuke eraan is, vind ik ook, dat we zo dit seizoen, eigenlijk net zoals vorig seizoen, willen we van wat blessures, wat schorsingen, dat we vorig jaar wat jonge gasten hebben leren kennen. Mm-hmm. En gelijk de Vermeer die zijn kans heeft gekregen en helemaal gegrepen heeft, dat we er deze jaar terug zo'n paar hebben, vind ik. Zo, Van den Bos heeft... Ja, vorig jaar ook al wel gezien. En dan wisten we van, oh ja, die kent het wel. Mm-hmm. Maar die heeft ook zo gebruik gemaakt van de blessure van Koulibaly. Want Koulibaly is nu al een aantal weken terug fit. Maar Van den Bos heeft gewoon zijn plek te pakken. Ja. Dan even al door de wereld. Je hebt dan Doumbia, Udo. Zo'n paar terug nieuwe jonge gasten die er zo bij komen. Ja. Dus dat is wel ook gewoon een leuk gegeven, vind ik. En ja, het geeft ineens ook wel gewoon wat wisselmogelijkheden. En zeker ook, ja, als je zo... Ik kom nu terug op Udo en Doumbia. Mm-hmm. Maar als je die twee inbrengt, heb je ineens wel heel veel snelheid en ook wel wat lengte en kracht er ineens bij. Dus dat kan zowel in die laatste 15, 10 minuten, als het nog nodig is, een extra wapen zijn. Ja, absoluut. Je hebt nu echt veel verschillende profielen in die kern. En we hebben al, zoals iedereen op onze spelerslijst, hebben we al grave dingen zien doen. En een Corbani heb ik nu van mijn bank moeten laten vallen, omdat we te veel zijn en minder flexibel is dan een Dalat bijvoorbeeld. Ja, die hebben wij gewoon een wereldgoal zien maken tegen Brugge en die valt er nu uit. Dus ik vind dat zijn zeer goede tekens voor een topclub dat wij natuurlijk gisteren zijn. Trouwens ook gescoord met de U19. Oké. Dus dat als je bij SofaScore had hem gescoord voordat hij was ingevallen. Juist, ja. Zelfs. Speciaal. Een nieuwe prestatie. Ja. Juist, weet je, met Tetso, daar weet ik zo nog altijd niet. Ja, maar die moet hij een volledige match krijgen, of een reeks matchen, maar die in de piekorde niet meer boven Ekkelenkamp... Youssouf en Keita geraken. En met dat Jansen is gezakt, is er op de 10e plaatsje minder vrij. Dus dat is even voor die jongen, maar bon. Ja, dat heeft wel pech gehad. Hè. Ja. En het is ook gewoon het feit, je huurt hem zonder aankoopoptie. Ja, met alle respect, dan krijg je zo terug het gegeven met Stinks, die het inderdaad een kei grote meerwaarde was, maar... En de club is er uiteindelijk wel beter van geworden. Ook. Ja. Dus dat is jammer voor Matazzo dat hij hier heel weinig gespeeld heeft. Maar kijk, het kan nog in de play-offs. Er kan nog veel gebeuren. In 1980 vroeg ik of dat zwakke fit is, dus Vincent Janssen. Ja, ik weet dat. Ik kan ervan uit van wel. Ja, hij zei toch in een lang artikel in het laatste nieuws gisteren. Juist, op dinsdag. Ik heb dat niet gelezen. Dat hem volledig fit is. Duncan was een goed interview. Sorry. Je bent in de rotzak, Thomas. Bart was een goed interview. En wel, ik had het interview nog niet gelezen, of ik had er nog niet van gehoord, totdat er een paar opmerkingen kwamen in de WhatsApp-groep. Het was nogthans met de grote visionaire chef, Stefan Kijknacht. Ex-chef. Ex-chef.
eigenlijk. Hè. Alles kent van de binnen- en buitenkant. Ja, het was redelijk tendentieuze vragen. Het was met een ondertoon geschreven. Oké, ben benieuwd. Je zou bijna denken dat hem, wat was het, zijn schoenen aan de verkeerde voet had of zijn riem werd te strak aangetrokken. Okay. Zijn Rolex een beetje te nijpen. Voilà. Ja, ik ben benieuwd. Ik heb dat niet gelezen of gehoord. Ik ga dat eens opzoeken. Dus we gaan ervan uit dat Jansen gewoon speelt en een hat-trick maakt vanaf de 10. De Niels op Twitter die vraagt hoe hard gaan wij winnen, Bart? 0-3, 1-4, dat zijn de voorstellen van Niels. Is dat in de lijn der verwachtingen van u? 0-2, hoor ik u zeggen. Ja. Duncan, heb jij een bepaalde score in uw hoofd? 1-1. 1-1. Ik had 1-2, echt waar. Het stond al in mijn notities. Dus voilà. Ik heb wel het gevoel... Allee, mijn puntje zal ik al content zijn, maar winnen kan zo wel. Hè, ja, tuurlijk, maar... Anderlecht is wel een goede, stugge ploeg. Ay, dat zit wel goed in elkaar. Je gaat die niet zomaar uit verband spelen, denk ik. Ja. Nee. Maar het kan zeker. Ik denk dat we zo... Allee, ik spreek uiteraard gewoon vanuit hoop en niet vanuit een grote kennis van wat er gaat gebeuren. Maar ik heb het gevoel dat we zo terug, terug op de oude Antwerp-manier van vorig jaar veel punten gaan pakken. Zo. Niet per se heel schoon, maar... Op de beslissende momenten juist die chance hebben, juist in afgeweken, een bal, juist een penalty nog in de laatste minuten. Ik heb het gevoel dat we daar terug naartoe gaan. Dus daar kijk ik al heel hard naar uit, zeker als dat dan in het Lottopark kan gebeuren. Bart en Duncan, wij staan nu op de derde plaats. Ik kijk even naar Duncan, want jij bent doorgaans goed op de hoogte van die dingen. We hebben een vraag van Despommes op Instagram. Kan het nog eens kort samengevat worden welke wegen mogelijk zijn naar Europees voetbal voor de Antwerp? Ik zal al beginnen, Duncan. De beker winnen, dan zijn ze zeker van de groepsfase van de Europa League. Nee, toch? Ze zijn zeker van de play-off ronde van de Europa League. Dus dat is de... Is dat veranderd? Veranderd. Vorig jaar was dat ook zo, denk ik. Dat waren toch zeker van de groepsfase? Nee, vorig jaar was dat... Okay. Dat is meer... Zeker van een groepsfase. Ja, zeker van... Zeker van Europees voetbal. Zeker van Conference League. Okay, maar omdat nog die play-off, dus eigenlijk gewoon de laatste voorronde voordat je die vernieuwde groepsfase van de Europa League kunt spelen. Als je verliest, dan... Ja, het hangt ook allemaal af van wie dat kampioen speelt en dan zakt dat ticket. Ik neem aan dat... wij en of Union wel bij de eerste vier zullen zijn. Dus Union niet... heeft al een Europees ticket. Voilà. Dat is ook waar. Ja. Dus de vijfde zal dan moeten spelen tegen de winnaar van play-off 2 voor dat verdoemde ticket voor Conference League. Dat je al in juni kunt beginnen voetballen. Dus eigenlijk alleen als wij zesde zouden eindigen, dan heb je geen enkele kans op play-off. En we verliezen een beker. En we verliezen een beker. Dan hebben we geen Europees voetbal. Ja. Dus oké, dat ziet er op zich relatief goed uit dan. Voor de mensen die... zo die kwalificatiematchen spelen, dat is vervelend, want je hebt geen zekerheid. Maar dat is ook wel... Leuk. Toch ook wel een beetje fijn en spannend. Alleen die match tegen de winnaar van play-off 2 wil ik wel vermijden. Daar heeft niemand zin in. Er komt binnenkort ook een artikel op de website, want ik heb eens diep gedoken in onze thuiswedstrijden om een artikeltje te maken over... onze thuisreputatie. En wat heb ik daar ontdekt? Dat wij in de, moet ik het zeggen, in wedstrijden met eliminatie, dus ofwel in heen- en terugmatchen in Europa, ofwel in de beker, of de Supercup. We hebben er 10 gespeeld de voorbije 7 jaar, sinds onze terugkeer. We hebben die allemaal gewonnen. We hebben er geen enkel verloren. Maar we zijn altijd doorgestoten of de beker gewonnen. Snap je wat ik bedoel? Dus... Soms denk ik in 4 van die 10 matchen met verlengingen en dan in 3 daarvan met penalties en zo. Dus eigenlijk... Penalty-reeks hebben we allemaal gewonnen, denk ik, de voorbije jaren. Ja, ja, absoluut. Ik ken er 2 voor de geest al, een derde niet. Union vorig jaar. Nicosia. Twee jaar geleden Nicosia. Waar is de derde? De penalty-reeks, Genk. Genk jaren geleden, 4, 5 jaar. De Supercup tegen KV Mechelen. Ja.
Nicosia, ja, over een paar dagen, denk ik. Misschien volgende week dat artikel online komen. Het is al ingepland. Je kunt in een backend eens gaan kijken, Bert. Maar binnenkort komt dat voor onze eerstvolgende thuiswedstrijd gaat het online komen. Dus denk ik ga me laten verrassen, Thomas. Ah, voilà. Bon, dus is dat een beetje duidelijk. Despommes, we gaan er gewoon vanuit de Europees voetbal spelen. Hè. Come on, niet flauw doen. Ik kijk nog even. Er zijn geen vragen niet meer, denk ik. Dus... hebben we roesting in, Duncan? Ja. Oké. Okay. Bart, wat drinkt jij graag? Dan kan Duncan er al klaarzetten in aan de zee. Een duveltje mag altijd. Dat mocht zowel bij een match in de zetel. En je hebt toch een zetel? Ik heb een zetel, ja. Maar alleen een tv. Daar zitten nog mensen in. Dus ik zal die eerst moeten buiten smijten. Dan Duncan alleen een tv en 5 palbines. Dat is genoeg in het leven. Dat moet je niet hebben. En binnenkort één een duvel. Duncan, Bart, heel erg bedankt. Om erbij te zijn. Ik kijk er naar uit om jullie nog eens te zien. Over 10 dagen dan op Den Bosuil, hopelijk. Luisteraars, kijkers, bedankt om te luisteren en kijken. Ik kan nog oproepen om ons te volgen op alle mogelijke kanalen. X, Instagram, Facebook, YouTube, van al die dingen. 5 sterren geven op Spotify. Zit wij op Threads? Nee, eigenlijk nog niet. Heb jij dat ooit al eens opgedaan? Want ik niet. Ik ook niet. Allee, jawel, ik lieg, maar ik vind er niks aan. Ik hoor niemand erover praten, ook niet. Dus nee. Ik denk dat in Vlaanderen precies irrelevant is. Tenzij jullie mij iets kunnen overtuigen. Maar... Nee. TikTok hebben we ook nog niet. Maar nee, laten we dat zo houden. Ja, we kunnen Philippe de Winter misschien vragen. Die heeft al goede banden met China, dus misschien kan die... Of Dong. We kunnen de Dong vragen voor TikTok te doen. Dat is waar. Dan is er geen spionage meer nodig. Bon, en we nog geen OnlyFans? Dat ook niet. OnlyHands misschien wel, maar... Ja. Geen OnlyFans, maar wel het diamantenpaalschap natuurlijk. Dan geeft dat ons ook geld om ons genante dingen te laten doen en zeggen. Dus, zoals deze podcast. Wordt dat? Dat is kei tof. Er zijn al meer dan 125 mensen die dat hebben gedaan. Dus dat is fantastisch. Hè? Heel erg bedankt. En tot binnenkort, Bart en Duncan. Dag jongens. Zalkers. Joep.